Zo, hebben we dat ook weer gehad. Even kijken hoor. Zo, iedereen. Die moest gewoon even, ja, sorry. Even kijken. Wat ik voor jullie in petto heb, is in ieder geval Slenderman. Of Slender, dat wilden jullie. Ja, een heel gaaf masker. En eventueel Amnesia. Ik weet niet hoe lang ik dat ga spelen. En uiteindelijk heb ik ook nog wel The Binding of Isaac, als jullie dat leuk vinden. Dus zeg maar waarmee ik kan beginnen en dan start ik dat op. Ik denk zelf Slender het beste is. Slender it is. Oeh, gaat wel lekker goed. Deze moet ik hebben. Ik moet wel zeggen, ik heb Slender al een keertje gespeeld. Dus je ziet me trouwens heen en weer gaan. De chat staat op mijn laptop en het spel speel ik op mijn andere scherm. Die staat aan de andere kant, dus vandaag. Als trouwens iets aan het geluid moet gebeuren, moet je het ook zeggen, dan kan ik dat harder en zachter zetten. Ik heb dit al eens eerder gespeeld, dus waarschijnlijk niet de verwachte schrikmomentjes die er zullen zijn. En het is al wel weer een tijdje geleden dat ik het heb gespeeld, dus ik weet niet meer helemaal precies hoe het gaat en zo, dus we zullen zien hoe het gaat. Omdraaien. Wat is er aan deze kant? Ik luister gewoon naar wat jullie zeggen hoor, dus. De Slenderman die komt nog niet achter me aan hoor. Dat is pas als ik de eerste page heb. Die ik waarschijnlijk hier ergens ga vinden. Gok ik zo. Hij kan al nu verschijnen. Dat is niet zo fijn. Dat had ik namelijk niet verwacht. Ik zie daar een page volgens mij. Jazeker, een page. Leave me alone. Boom, boom. Het huis.
wil het huis niet in. De laatste keer dat ik het spel speelde, schrok ik me helemaal kapot in dit huis. Maar voor jullie speciaal. Ja, het is een scheidhuis eigenlijk. Oh god. Snel wegwezen hier. Het lijkt me ook de beste plek om eventjes naar binnen te gaan. Als je alle peetjes hebt, dan is het volgens mij gewoon voorbij en dan pakt de Slenderman je eigenlijk. Of de Slender, weet ik veel hoe je het precies moet noemen. Dus hoe dan ook, je gaat dood. Nee, volgens mij win je inderdaad nooit. En ik gok dat hij me nu aan het achtervolgen is, maar... ik zie nog niks. Ja, je vond het spel is meer om mensen te laten schrikken. Het is niet echt een echt goed spel. Met een verhaal of wat dan ook. Weet iemand waar ik nog peetjes kan halen? Ik heb er nu 2 of 3. En ik ben nu al de weg kwijt. Ah. Hier weet ik zeker dat ik er eentje kan halen. Daar is hij. Pak de page. Ja, naarmate je meer pages pakt, krijg je een heftiger geluid. Het is eigenlijk de bedoeling dat je het in je eentje speelt en in het donker speelt. Het is het leukste namelijk. Ik kan me die zwarte fog trouwens niet herinneren toen ik het speelde. Ik weet niet of dat iets nieuws is.
Hier ben ik al eerder geweest. En voor de mensen die Slender niet zo leuk vinden, ik speel het nu één keer omdat mensen aangaven dat ze Slender wilden spelen, of in ieder geval wilden zien. En ik ga hierna Amnesia spelen of een ander spel wat jullie, jullie willen zien. Ik laat dan gewoon kiezen uit de games die ik heb en maakt mij niet zo heel veel uit. Hij is me dus aan het achtervolgen, maar ik zie hem nog niet. Speciaal voor Daisy. Weet iemand nog waar pages zijn, want ik loop nou maar gewoon rond en ik heb geen idee waar ik heen moet. Nee, ik ben nog niet bij een of ander vliegtuig geweest. Ik ben ook niet bij een caravan, maar ja, dan moet je die wel eerst vinden natuurlijk. Oh shit. Zoals ik al zei, ik heb het spel al eerder gespeeld, dus ja. Een schrikreactie blijft helaas uit. Alles was gerecord, dus ja, als ik toch schrik, dan heb ik niks gezegd. Mijn zaklamp begint leeg te raken, dat is niet al te fijn. Ja, dat geheig, dat is dus omdat ik de hele tijd aan het rennen ben. Dan zie je ook mijn zaklamp naar beneden gaan.